Nou, we hebben, ik denk maanden geleden een oproep gedaan. Iedere dag kwam er wel een promo voorbij, zoals we het netjes noemen. Een oproepje om kunst naar de studio te brengen. Ja, want we hebben daar zo'n plant staan. Nou, dat is, op zich is dat een hele kunst om die in leven te houden. Precies. En die is al een paar keer bijna het hoekje om geweest. Toen dachten we, dan moeten we iets anders mee ook. En het is een vrij prominente plek ook wel. Ja, het is achter mij. En die ruimte, die staat vrij. Ja. Voor kunstenaars. We dachten, we gaan kunstenaars uitnodigen. Of eigenlijk zichzelf. Ja. Doe een goed voorstel. Om daar wat neer te zetten. En we dachten van, eens kijken of er iemand reageert. Nou, ja. Dat hebben we geweten. Dat hebben we geweten. We kunnen de komende 2 jaar vooruit met kunst. Absoluut, absoluut. En Jacqueline Strijker, die is aanwezig. De kunstenares van... hoe lang blijft je eigenlijk staan? Een maand. Een maand? Ja, een maand lang staat hij bij ons in de studio. Tenminste... Als hij heel blijft. Ja, dat zal allemaal wel meevallen. Nee, welkom in de studio. Ja, collega. In de expositieruimte van jouw kunstwerk. Leuk. Ja, dankjewel. Vertel eens over jezelf. Ben jij al lang kunstenaar? Het gaat meer om... Ben je kunstenaar of noem je jezelf kunstenaar? Of voel je jezelf kunstenaar? Steeds meer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Hoe is dat ontstaan ooit? Dat is eigenlijk ontstaan doordat ik een aantal keren ben benaderd en zeg van nou gestimuleerd om dingen in te sturen. En ik heb een aantal dingen ingestuurd naar de Tour of Art Flevoland hier. En dat is op het gebied van edelsmeden, dus sieraden maken. Mm-hmm. Maar ja, ik dacht dat is veel te klein om dat hier op de sokkel te zetten. Ja, want ik was hier aan het googlen. En als ik eerlijk ben, ik kwam alleen maar goud tegen. Ja, nou niet alleen goud, maar in ieder geval wel goud en zilver. En van daaruit ben ik juist de kunstzinnige richting opgegaan. En ja, doordat ik elke keer door de ballotagecommissie van de Tour of Art kwam, dacht ik van blijkbaar ben ik toch kunstzinnig genoeg om mijzelf kunstenaar te noemen. Dus op die manier ben ik kunstenaar, ja. Hoe ver gaat dat terug eigenlijk? Dat je begon met iets te maken waarvan je zegt van nou, dit is toch wel echt kunst? Hoe lang is... Maar laat ik het zo zeggen, was je vroeger op school al zo'n knutselaar? Knutselaar wel. Knutselaar ben ik altijd wel geweest. Handarbeid was altijd ruim voldoende bij jou. Erg leuk, ja. Maar er zit een groot verschil tussen goud en zilver en edel, als edelsmid zijnde. Wat hier staat, want het is een soort van totempaal. Ja, dat klopt. Hoe is de link? Ik dacht dus inderdaad in de eerste instantie van iets van goud en zilver hier neerzetten, dat valt weg. Dat kan je krijgt natuurlijk kleine. Ja, dat is ook zo weg. Dus dat werkt niet. dus in die zin is daar geen link. Hoogstens dat ik mijn creativiteit daar ook heel erg in uit. Waar ergens nog wel een klein linkje ligt. Ik ben naast dat ik dit doe als kunstenares, om het maar zo te zeggen, heb ik ook een praktijk voor natuurgeneeswijze. En dat gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. En dat is, je hebt te maken met een mens. En dat mens zijn, dat probeer ik ook in sieraden, maar ook in dit. En dit is eigenlijk de aanleiding daarvoor geweest, terug te laten komen. En dan ga je het hebben over van hoe ga je met jezelf om, hoe ga je met de wereld om. En ik kwam bij mezelf tegen van dat ik toch heel veel dingen die ik leuk vond, zoals bijvoorbeeld kunst maken met edelsmeden, dat ik daar op een gegeven moment een stukje moeten achter zette. Ik denk van dat moeten, dat wil ik toch eens een keertje wat nader onderzoeken. Hoe werkt dat nou in mijzelf? Je kan natuurlijk met mensen zeggen van jij moet niet zo moeten. Dus dat. Maar je moet eigenlijk eerst bij jezelf kijken van hoe werkt dat nou in mezelf? Dus ik dacht van ik ga iets doen waarin ik alleen maar aan mag werken als ik niet moet van mezelf. Ik vind het opvallend dat je hebt psychologen, je hebt psychiaters, je hebt geriaters en je hebt allerlei aters. Dat gaat allemaal via de theorie. Maar de beste manier om volgens mij jezelf te leren kennen en jezelf enigszins te healen is volgens mij een creatieve manier. Dat vind ik. Hoe vaak hoor je dat? Wel. Bij mij werkt dat wel. Ja, maar dat hoor je in 99% van de gevallen. Mensen die met zichzelf in de knoop zitten. Ga iets creatiefs doen. Zet het op papier. Schrijf het. Teken het. Of beeld het uit. Of wat dan ook. Klei het of zo. Dan komen ze meestal sneller tot zichzelf dan op een andere manier. Ja, juist omdat je dan je ratio voorbij gaat. Hoe bedoel je dat? Met je ratio kan je heel veel verklaren. Goed praten. Ergens omheen praten, om het maar zo te zeggen. En juist doordat je creatief bent, ga je je ratio stilzetten. En kom je veel eerder tot je gevoel. Dus ik denk dat dat inderdaad een hele goede ingang is. Ja. Heb je een naam voor jouw lijn van kunst maken of dingen maken? Is het abstract? Of
Hoe noemen we het dan? Nee, voorstellen? Heel organisch. Ik gebruik de natuur als inspiratiebron, maar ook de mens zelf als inspiratiebron. Ik heb altijd een gesprek met mensen om te kijken van wie ben jij en wat wil jij nou eigenlijk in je leven? Waar loop je tegenaan? Maar wat juist de positieve kant natuurlijk. Als ik daar een sieraad van ga maken. En ik vind het erg leuk als ik dan uiteindelijk ook, als ik het sieraad aflever, dan ook iets raak in mensen. Dus dat ze dan ook zeggen van oké, ik voel me gehoord. Over namen gesproken, heb je een naam voor het kunstwerk dat wij een maandje mogen lenen? Ja, dat is mijn totem-ik. Loop naar de totem-ik. En gaan we kijken of we het bij kunnen halen. Ja, dan moet je eventjes de camera voorschakelen, Bastiaan. Ja, dat je hem eventjes vasthoudt. Dan zien we ook, wat zit er om de beddensprei van de logeerkamer? Oh, mooi, een glasmozaïek. Hij is zo'n, 2 meter hoog wel. Rond, steek een paar dingen uit. Ja, dan moet zometeen Jacqueline zelf maar even uitleggen wat nou precies de bedoeling van is. Heel veel kleuren er ook, rondingen, paden er doorheen. Er zit ook nog iets aan de binnenkant. Nou ja, goed, ik beschrijf het nou een klein beetje op zijn jamboerenfluitjes. Jacqueline, kun jij hem iets meer uitleggen? Of is het eigenlijk niet uit te leggen, zeg je van, wat jij er zelf bij bedenkt, moet jij, dat is het. Het is wel heel veel werk, dat zie ik nu al. Ja. Ik heb er 1,5 jaar over gedaan. 1,5 jaar? Maar goed, ik mocht er alleen aan werken als ik niet moest van mezelf. Hè? Ja, dat klopt. Oké. Wat is de basis? Een oude rioolpijp. Oh. heeft dat ook een betekenis of niet? Nee. Dat niet. Okay. Nee, dat is gewoon de aanleiding. Ja? Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen. Eigenlijk ben ik begonnen met... de onderste tegeltjes, die zie je denk ik niet, weet ik niet. Nee, dat... Maar in ieder geval, ik ben naar mijn vader gestapt. Ik zeg van, heb je nog wat oude tegeltjes liggen in de schuur of zo? En die kwam met een aantal tegeltjes. En dat is de onderkant, dat is die bruine. En toen op een gegeven moment, toen dacht ik, ik wil meer kleur. Dus toen ben ik gaan zoeken en dan kwam ik terecht op de glasmozaïek. En de mevrouw in die winkel die zegt van, ja, wat wil je ermee? Wil je het ook buiten hebben? Want dan zijn die andere tegeltjes niet... Ja, die gaan verweren, dat kan je niet gebruiken. Nee. En toen dacht ik, ja, ga ik dat nou, die basis die ik er al op had, ga ik die er nou afhalen? Ik denk, nee, die laat ik er mooi op zitten. Dat is mijn basis, hè? Die tegeltjes van mijn vader, dat is mijn basis. Die mag best een beetje verweren. Dat mooie betekenis ook, hè? Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. En ik ben eigenlijk doorgegaan met glasmozaïek. En ja, dat die blauwe baan, zeg maar, dat is water. Ja, water staat voor gevoel. Dus dat is het eerste. En ik ben ook gek op water. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar ik zelf in mijn leven associaties mee heb. Of geïnspireerd door raak. Of wat ik leuk vind. Of is dat dan eigenlijk de totem Jacqueline? Ja. Die we daar zien? Ja. In dit geval wel, ja. Maar ik denk dat er heel veel dingen ook van... Wat ben je vrolijk het dan? Mens zijn. Ja, toch? Als je het ziet, dan denk je... Minder zo vrolijk. Rond en zo stijf, bedoel je. Nee, maar qua kleuren en qua... Dan ben je heel druk mens, maar ook een heel vrolijk mens. En ik zie een hart. Staat er ook op. Ja. Alles. Ja. Heb je heeft die rondom betekenis dan ook? Want je kunt natuurlijk ook omheen lopen en binnenin kijken ook. Ja, dat is een beetje een vulkaanachtig iets. Hè? Dat is wat van binnenuit opkomt borrelen naar de buitenkant, om het maar zo te zeggen. Ja. Je zegt, jullie kijken nu naar het hartje en de mooie dingen. Maar er zitten ook dingen bij dat je zegt van ja, er zit ook een beetje onderwereld bij. Hè? Dat is de onderkant eigenlijk van de dingen. Die hoort er ook bij. Dingen die je niet zo leuk vindt van jezelf. Of die je moeite hebt om dat een plekje te geven voor jezelf. Dus dat hoort er ook bij. Maar ja, mijn filosofie is, en dat probeer ik hier ook uit te beelden, dat als je daar een stuk acceptatie in hebt, dan kan dat eigenlijk iets transformeren tot iets heel moois. Ja, je geeft het een plekje. Dat is, ja. Ja, en je maakt het, je laat het deel uitmaken van jouw totem. Dus aanwezig en op de juiste plek. Precies. We zijn er heel blij mee. We laten hem lekker staan en iedereen kan ervan genieten. Hij mag hier een heel maand. En over een maandje kom je terug, kom je weer ophalen. En dan komt een nieuwe kunstenaar in de studio. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Ja.